Hoi, een tijd geleden had ik een serie aan filmpjes waarin ik jullie meenam in hoe ik ging verhuizen naar mijn nieuwe kantoor en ook hoe ik dat kantoor ging inrichten. Iedereen vond dat superleuk en ik vond het ook erg leuk om te filmen. Dus daarom leek het me leuk om vandaag een video te maken waarin ik laat zien hoe ik mijn favoriete onderdeel, de salontafel, decoreer. En een aantal verschillende manieren wil ik laten zien hoe je een salontafel leuk kan decoreren. Ik hoop dat jullie hier wat inspiratie uit kunnen halen en laten we beginnen. De eerste stijl die ik wil laten zien is minimalistisch en dit is de stijl die ik thuis eigenlijk bijna altijd heb op de salontafel. Namelijk zo min mogelijk en wat ik het mooist vind is één grote dikke kaars in het midden van je salontafel. Deze kaars heeft een deksel, dat is heel handig, dan kan je heel makkelijk die vlammetjes uitdoen zonder dat je allemaal rook in je kamer hebt. Maar dit is een kaars met drie lontjes en dat vind ik zo mooi en chic eruit zien en gewoon midden op tafel, verder niks anders. En that's it. Ik vind dit heel rustgevend en heel fijn als ik dan thuis kom. En ik wil gewoon even een boek lezen op de bank of zo. Of ik wil tv kijken. En dan alleen dit. Natuurlijk komt er af en toe een tijdschrift bij of iets. Maar de basis is gewoon heel clean. En niet te veel tierenlantijntjes of poespas. Dan stijl nummer 2, het dienblad. En het dienblad zie je wel vaker bij mensen die bijvoorbeeld niet echt een salontafel hebben, maar een poef als salontafel waar je niks op neer kan zetten. Maar je kan hem ook gewoon op een harde salontafel zetten. Dit is een wat groter dienblad en deze kan je dan helemaal vullen met leuke accessoires zoals kaarsjes of kleine vaccinelichthoudertjes. Het is juist wel leuk om allerlei dingen door elkaar te gebruiken en het geeft een soort van cozy, gezellig sfeertje. En zet het allemaal of tegen elkaar aan of juist los van elkaar. Zet de kaarsjes aan en het geeft echt een lekker sfeertje. Hier kan je dus ook je tijdschrift inleggen, je afstandsbediening, je telefoon, kleine tierenlantijntjes, die bewaar je dan een soort van in het dienblad. Waardoor het uiteindelijk je salontafel er ook alsnog een soort van clean uitziet, want het is allemaal op één plek. En dit ziet er al een stuk gezelliger uit, toch? Super cute. Vind je het idee van een dienblad leuk, maar niet van al die kleine tierenlantijntjes? Dan kan je ook bijvoorbeeld ervoor kiezen om één mooie fles erin te zetten. En dit is een speciale fles waar je een kaars in kan steken en dat gaat dan heel mooi druipen. En ik vind het ook heel stijlvol. Dan stijl nummer 3, cute. En dit vind ik vooral heel schattig. Dit is een stijltje wat ik vroeger erg leuk vond. En ik neem dezelfde fles als die je net zag. Ik haal het dienblad weg. En vervolgens voeg ik een paar kleine kaarsjes toe. Het mooiste bij interieur is om alles in oneven getalen te doen. Dus in dit geval 3 dingen op tafel. Niet 2, niet 4, maar 3. En hoe schattig is dit? 2 witte objecten, 1 roze. De losse spullen kunnen er eventueel naast. Dus je legt je afstandsbediening ernaast. Maar het is een soort van mini statement stukje op zich wordt het. Van 3 objecten die samen een soort van kunstwerkje worden. En ik vind het ook wel leuk om te werken met kleine kaarshoudertjes waar schattige quotes op staan. Dat is echt niet super cheesy. Als de quote is die bij je past, dan is dat juist hartstikke leuk. Dan stijl nummer 4. En die is vooral heel handig of praktisch. En ook wel een beetje bedoeld voor bijvoorbeeld studenten of mensen met een klein appartement. Je neemt een fruitschaal, een mooie. Ik vond deze erg mooi. En die zet je in het midden van je salontafel. Deze ga je niet als fruitschaal gebruiken, maar dit gebruik je voor al je spullen die bijvoorbeeld in je zakken zitten of in je tas. Die je er normaal altijd uithaalt. Weet je wel, je huissleutels, je zonnebril, je camera, je mobiel. En normaal gooi je dat misschien op een kastje of in een laadje. Maar als je niet veel plek hebt, dan moet je zoiets als dit verzinnen. En een salontafel is een plek waar je toch vaak komt. Nou, dit wordt soort van een rommelverzamelbakje, maar omdat de schaal zo mooi is, wordt het ook een soort van stijlobject op je salontafel. Dus zeker handig voor degene die niet veel ruimte hebben, geld willen besparen en toch iets moois willen op tafel. En dan stijl nummer 5, dat is met doosjes. En dat is vooral handig als je veel hele kleine dingen hebt die je kwijt wilt, zoals bijvoorbeeld bonnen of batterijen, nagellakjes, ik zeg maar wat. En je hebt geen berging onder je salontafel bijvoorbeeld, dan kan je dat mooi in een doos doen. En ik heb hier hele mooie dozen die allemaal net iets anders zijn, maar toch qua stijl bij elkaar passen. En hier kan je dus dingetjes in doen. Je kan je boek erin leggen, je kan tijdschriften erin leggen en het ziet er toch iets opgeruimder uit. En je kan er ook bijvoorbeeld een kaarsje weer opzetten, maar vergeet niet de regel 3 of 5 of 7. In dit geval staan er nu 4 dingen op tafel en dan moet je zien wat het verschil is als ik er eentje weghaal. Ik ga nu die grote weghalen die onderop staat
Kijk, 3, bam, ziet er gelijk beter uit. Dus dat is een tip. En dit waren ze, mijn 5 tips op het gebied van je salontafel decoreren. Ik hoop dat je er iets van inspiratie uit hebt kunnen halen. De decoratiedingen die ik heb gebruikt op de salontafel, die komen allemaal van WKAM.nl. En klik hieronder op de link van mijn persoonlijke pagina in het WKAM magazine. En daar deel ik toch wat meer tips. En zie je ook allemaal leuke producten die hierbij passen, die ik uitgekozen heb, die bij mijn stijl passen. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Tot ziens!